Hoe is het dan mogelijk dat wij een consumentenvertrouwen hadden van -32%, ver onder het Europese gemiddelde en notabene onder dat van Spanje? Dat geeft al aan dat er waarschijnlijk iets in Nederland aan de hand was wat niet zoveel met het buitenland te maken had. En dat is ook de kern geweest van de economische problemen die wij de afgelopen jaren hadden. Daar kun je geen buiten Nederland land de schuld van geven. Het waren 100% homemade problemen. En dat is geruststellend. Want 100% homemade is, betekent dat je er ook zelf iets aan kunt doen, want je hebt zelf veroorzaakt. En u weet wat het is. Het is de huizenmarkt geweest en het is die verdomde pensioenen geweest. Huizenmarktpensioenen, de twee belangrijkste assets die mensen hebben. De belangrijkste assets die mensen hadden. En beide hebben we een onzekerheid gecreëerd rond huizenprijzen. Dat is een smartphone die wel werkt. Onzekerheid gecreëerd onder huizenbezitters. En onzekerheid gecreëerd onder pensioenbezitters, laten we het even zo noemen, die het consumentenvertrouwen onderuit haalden. En consumentenvertrouwen is heel belangrijk, want consumentenvertrouwen betekent dat mensen niet meer consumeren. En consumptie is de belangrijkste component van nationaal inkomen. En als er niet meer geconsumeerd wordt, dan gaan bedrijven niet meer investeren. Dus dan krijg je een soort zelfversterkend effect. En dan wordt de economie omlaag getrokken. 100% homemade problemen, want dat de huizenmarkt, dat we een keer op moesten houden met die extreme subsidiëring van de huizenmarkt via met hypotheekrente aftrekt en wie weet wat nog meer. U dacht dat het goed was omdat u dan kon aftrekken van uw belastingen, betaalde u minder belasting. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Omdat u minder belasting betaalde, omdat u het kon aftrekken, ging de belastingtarief omhoog. Want dat geld moet toch binnenkomen. Dus u was een dief van uw eigen portemonnee als u het niet aftrok van de belastingen, want dan was u degene die wel de hogere tarieven betaalde, maar niet profiteerde van de aftrek. Maar met z'n allen werden er alleen maar slechter van. Want er kon iets worden afgetrokken en de belastingtarieven gingen omhoog. En hogere belastingtarieven is nog nooit goed geweest voor een economie. Even los van dat hele leger aan fiscalisten en andere specialisten die er allemaal in gespecialiseerd waren, hoe je de overheid een been kon uitdraaien. En we kunnen met z'n allen wel proberen die overheid een been uit te draaien, of een poot uit te draaien. Maar die overheid zal toch zijn geld binnen moeten krijgen. En die overheid die neemt dus wraak door hogere belastingtarieven en andere dingen te verzinnen om toch het geld binnen te krijgen. Dus uiteindelijk ben je onvoorstelbaar veel maatschappelijke energie aan het verspillen aan iets wat haak staat op wat goed is voor de economie. In het geval van de huizenmarkt betekent het heel simpel voor de mensen die nog economie, de eerste cursus economie onthouden hebben. Het aantal huizen wat we in Nederland hebben is eigenlijk beperkt. Want we kunnen niet zomaar de bossen kappen en daar huizen neerzetten. Dat betekent in economenjargon betekent het dat de aanbodcurve die staat rechtop. Die is prijsongevoelig. Want we kunnen niet zomaar gaan bouwen. Dus prijsongevoelig hoeveel huizen we hebben. Wat dat betekent is dat de vraagcurve bepaalt wat de huizenprijzen zijn. Als de vraag hoog is, gaan de huizenprijzen omhoog. En wat hebben we gedaan? Door al die fiscale facilitering van het huizenbezit was het optimaal om je zo diep mogelijk in de schulden te steken om een huis te kopen. Dat was optimaal. Zo diep mogelijk in de schulden steken om een huis te kopen. Dus de vraag werd opgedreven. En wat betekent dat? Dat huizenprijzen werden opgedreven. Was u er beter van? Nee, u had een groot fiscaal voordeel, dacht u. Maar het huis was twee keer zo duur geworden in de tussentijd. Dus u moest twee keer zoveel lenen. Althans, diegene die na u kwam moest twee keer zoveel lenen om datzelfde huis te kunnen kopen. Dus we hebben elkaar collectief voor de gek gehouden. In het geval van de pensioenen. Om even pensioenen, want dan hebben we een beetje Nederland gehad. En dan kunnen we naar de toekomst gaan kijken. Want we hebben ervan geleerd. Nederland is normaliter een buitengewoon fatsoenlijk bestuurd land. Ja, dat meen ik serieus. En dat is met oog op de toekomst onvoorstelbaar belangrijk. Er is geen buitenland wat niet graag zaken doet met Nederland. En dat komt omdat wij redelijk recht door zee zijn. Corruptie in Nederland is, hoe we er ook over denken, is onvoorstelbaar beperkt. We hebben een onvoorstelbaar groot vertrouwen in de overheid. Dat zou je niet denken, maar we hebben onvoorstelbaar groot vertrouwen in de overheid. In het overheidsapparaat. En dat heeft te maken met een relatief. Het is allemaal relatief. Maar dat is hetgeen wat telt. We kunnen de beste wereld kunnen we nooit verzinnen, maar we kunnen wel kijken hoe we staan. Buitengewoon transparant landsbestuur, buitengewoon transparant ambtenarenapparaat. Dus Nederland wordt grosso modo goed bestuurd. En dat maakt het des te wranger hoe dit hele woninghypotheekvraagstuk zo lang heeft kunnen doorzeuren. En dat we midden in financiële problemen ermee moesten gaan rommelen. Midden in financiële problemen, dat wil je in goede omstandigheden doen. En al de momenten voor 2007 zijn genegeerd om het aan te pakken. En dat heeft met de politiek te maken. Dat mag je de overheid verwijten. En de politiek.
Met betrekking tot het pensioenvraagstuk nog heel even. Kijk, pensioenfondsen. Nederland heeft bijna de hoogste pensioenopbouw van heel de wereld. Meer dan anderhalf keer het nationaal inkomen hebben wij pensioenen zitten, wat ik er straks al zei. Meer dan anderhalf keer. Maar als wij zo'n grote hypotheekberg hebben, ten opzichte van het nationaal inkomen, dan weet u dat die pensioenberg die moet meebewegen met de economie. Die moet meebewegen. Je kunt geen zekerheid suggereren in pensioenuitkeringen als dat pensioen, die pensioenpot en dat pensioenbelofte zo verschrikkelijk groot zijn geworden, kun je geen zekerheid suggereren. Want het is gewoon te veel. Als het een kleine pot is, voor vroeger toen we nog een hele spitse bevolkingspyramide hadden, met weinig gepensioneerden en heel veel werkenden, dan is het pensioen. Pensioen kun je een heel klein beetje met de premie te verhogen, of je hoeft maar een heel klein beetje te rommelen en iedereen heeft zijn pensioen weer. Maar als de bevolkingspyramide andersom is, weinig jong, veel oud, en zo verschrikkelijk groot is, dan zal het echt dat binnen die pensioenpot zal mee moeten bewegen. En die aanspraken zullen mee moeten bewegen, linksom of rechtsom. Het kan niet anders. Je kunt dat risico, die bewegelijkheid, die moet je ergens neerleggen. Iemand moet dat hebben. En het kunnen niet de jongeren zijn, want je hebt niet zoveel jongeren ten opzichte van de ouderen in die omstandigheid. Dus die hele zekerheid die wij gesuggereerd hadden in onze pensioenfondsen, dat was geen zekerheid. En toch hebben we de mensen voor de gek gehouden door te suggereren dat die zekerheid er wel was. En wat hebben we gedaan? Eind 2012, iedereen realiseert zich dat die zekerheid er niet is. Dus we hebben, zowel op de huizenmarkt als pensioenmarkt, hebben we de mensen eigenlijk zekerheid aangepraat, gedrag aangepraat, zo duur mogelijk huis kopen, zoveel mogelijk lenen. En we kregen de consequenties daarvan gepresenteerd in 2012. En dat verklaarde dat lagere consumentenvertrouwen. En dat heeft eigenlijk al onze problemen. Dat verklaart al onze problemen. Ons probleem is niet Griekenland. Dat is een probleem, maar het is niet ons probleem. Ja, het gaat misschien wat geld kosten. Kan best. Ja, maar ten opzichte van uw rijkdom, mijn rijkdom, rijkdom van Nederland, heeft het geen enkele invloed. Ja, het klinkt wat extreem, maar die huizenmarkt, dat pensioenvraagstuk, dat had echt invloed.